Wel, ik zou het misschien niet altijd direct fouten noemen, maar de gebruiken waarvan ik vind dat ze eigenlijk niet zo efficiënt zijn. Ten eerste laat niet toe dat uw e-mailapplicatie continu openstort en u altijd maar stoort met pop-ups en met geluidjes van je hebt weer een nieuwe mail. Dat leidt u af van uw werkelijke werk. Dus dat is zeker iets dat niet goed is. Een tweede is dat je moet zorgen dat er geen rommel in uw e-mail komt. En dat betekent dus dat je moet een soort poortwachter hebben die aan de deur staat en die e-mail die niet belangrijk is tegenhoudt, zodanig dat die niet in uw inbox komt. En derde, waarvan ik denk dat er veel mensen toch wel verkeerd e-mail gebruiken, is dat ze hun inbox laten vollopen tot duizenden mails en daar heb je geen zicht meer over. En dat wordt dan een hele grote to-do-lijst waar dat je s'nachts van wakker ligt. En dat kan niet de bedoeling zijn.